Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. Ik heb soms kreeg een gast in de studio en zo is er een botus afgelopen week. En nu is er een, weer een botus hier in de studio. Daar is de microfoon. Wat kom jij eigenlijk? Oei, hey, boy, ik sloop de hele boel. Ik kom je joinen gewoon, okay. Gezellig. Ja. Ik was afgelopen vrijdag niet in de studio vanwege kleine hoestproblemen, maar... Ik ben er weer, met Doro, dus ik denk, ik kom even kijken, ik was in de buurt. Dus, en natuurlijk, die coronavirus is all over the place nu, hè, hier in Nederland ook. Niet all over the place, ja, dan is het toch niet in de studio, je hebt het niet gebracht, hoor. No. Oh, okay. Nee, ik heb hem buiten gehouden, pst. Nee, weet je wat ik belangrijk vind, ook dat mensen eigenlijk weten, is dat... Want er nu lijkt een soort van paniek te komen. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten... waarom wordt er zo zwaar ingezet op de preventie... is juist om te voorkomen dat heel veel mensen besmet raken. Dus er is nu geen reden voor paniek. Het is nu gewoon voorzorgsmaatregelen treffen. Zoals meneer Kastelen net zei. Drink drie, wacht die ziekie. Dus blijf gewoon thuis. Je hoeft niet te gaan hamsteren. Als je eventueel last hebt van wat hoest- of griepverschijnselen... Neem vitamine C. Als je koorts hebt natuurlijk, dan moet je wel naar de dokter als het hele hoge koorts is. Maar voor de rest is er eigenlijk, moeten we blij zijn dat er zo zwaar wordt ingezet op de preventie. En ik denk dat heel veel mensen dat niet eens zo goed begrijpen. Er wordt gevochten in supermarkten. Dat is toch te gek voor woorden. Jongens, ik kom net van de supermarkt. Heb je ook gevochten? Nee, ja, ik vond het heel raar dat het zo druk was op een zondag. Ja. Maar ik kom ook niet zo vaak in de supermarkt. Wat ben je nu gaan doen? Je bent gaan hamsteren. Nee. Ik denk, ik ga eens een keer koken. Nou, niet, ik denk, ga ik even een paar spullen halen. Mm-hmm. En ik vond het ontzettend druk. Ja, dus mensen hebben dus nu... Heeft, ook legerschappen, hè? Exactly. Nu heeft natuurlijk de minister-president aangegeven dat ook... onder druk van Tweede Kamer en medische specialisten en ook scholen zelf bezorgde ouders besloten van oké, we sluiten horecagelegenheden. Ik zat net in een restaurant te eten, dus ja, we moeten zo meteen sluiten. Nou, dus ik denk, oké. Horecagelegenheden? Ja. En gaan niet meer om 100 man? Nee. Aha. Dus daarom zeg ik, waarom het belangrijk is om te weten, want dat is belangrijk, daardoor krijg je dus die rust. Mm-hmm. Waarom wordt er zwaar ingezet op preventie? Dat is om te voorkomen dat heel veel mensen besmet raken en massaal naar het ziekenhuis gaan. En ook Nederland heeft die capaciteit niet qua bedden. Dus om te voorkomen dat het chaos erdoor, dan is het advies, blijf zoveel mogelijk binnen, vermijd grote groepen, laat ons zorgen dat het ding niet verder verspreidt. That's it, niets anders. Mm-hmm. Dus de hele panieksituatie voor go hamsteren, nergens voor nodig denk ik. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet vandaag zojuist besloten om alsnog de scholen en de kinderopvang in Nederland te sluiten. Mm-hmm. Horeca, gelegenheden en sportclubs moeten vanaf vandaag 6:00 de deuren sluiten. De maatregelen gelden tot en met 6 april. Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid en minister Arie Slob van Onderwijs kondigden de extra maatregelen vanmiddag aan op een persconferentie. Ja, nou, dat is nieuws dus. Kinderen van ouders die werken in de zogenoemde vitale sectoren, dat is zorg, politie en brandweer, moeten wel op de scholen worden opgevangen. Wat vitale beroepen zijn, wordt door de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid binnenkort bekendgemaakt. Ook sauna's en seksclubs zullen het moeilijk hebben. En coffeeshops moeten dicht. Ja. En er zijn nu lange rijen bij coffeeshops. Daar kun je foto's van zien. Oké. De maatregelen die donderdag zijn aangekondigd, thuiswerken waar mogelijk is, beperken van sociale contacten worden met een week verlengd naar eveneens 6 april. Daarbij komt dat het kabinet mensen oproept om nog voorzichtiger te zijn. Zo roept de minister van Volksgezondheid op om te alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Ook herhaalde hij dat hamsteren van boodschappen niet nodig is. Mm-hmm. Er is gewoon genoeg voor iedereen. De minister kondigde ook aan dat er de komende dagen nieuwe maatregelen te verwachten zijn. De
RVD, dat is de Rijksvoorlichtingsdienst, niet te verwarren met NII, dit is echt voorlichtings. Ja. De RVD die maakt eerder bekend dat premier Rutte maandag om 7 uur, morgen dus, weer een persconferentie zal houden. De premier zal nader ingaan op de gevolgen die de bestrijding van het coronavirus de komende weken zal hebben op het dagelijks leven in Nederland. De nieuwe ingrijpende maatregelen volgen na een speciaal ingelast spoedoverleg met het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Onderwijs, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, de onderwijssector, de ziekenhuisorganisatie en de Federatie Medisch Specialisten. De FMS, dat is de Federatie Medisch Specialisten, riep het kabinet zaterdag nog gisteren op om alle scholen in Nederland te sluiten om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De medische specialisten stellen dat er onvoldoende bewijs is dat kinderen elkaar en de leerkrachten niet kunnen besmetten met het coronavirus. Ja. Maar Rutte, de premier, benadrukte de afgelopen dagen dat de scholen open konden blijven. Op basis van advies van experts besloot het kabinet de kinderen niet naar huis te sturen, omdat dat in dit stadium van de bestrijding van het virus niet noodzakelijk was. Dat is tot vrijdag. Mm-hmm. Maar vanaf morgen, maandag, komt de verandering in. Het ophouden of het openhouden van de scholen moest voorkomen dat ouders die werken in vitale sectoren, zoals de zorg, in de problemen komen met de opvang of zelf noodgedwongen moeten thuisblijven, terwijl medisch personeel juist nu heel hard nodig is. Het sluiten van de scholen heeft volgens de minister-president grote gevolgen voor de effecten van de crisis bestreden. Ook vanuit de Tweede Kamer klonk de roep om de scholen te sluiten. En dat is nu gehoord. PVV, we kunnen alles zeggen van Wilders, maar hij was de eerste hoor, die riep van jongens, ja, sluit de scholen. Ja. Denk en Forum voor Democratie riepen het kabinet donderdag al om tot sluiten over te gaan. In de loop van het weekend voegden ook de D66, PvdA, GroenLinks en SGP zich bij deze oproep. Ja, dus wat ik je net al zei, toch? Dit heeft puur te maken zwaar inzetten van preventie om besmetting te voorkomen. That's it. En als we dat ook zo gaan zien, is dat helemaal niet nodig om te gaan hamsteren en 27 pakken toiletpapier mee te nemen en te vechten. Dat is gewoon complete waanzin. Je moet alleen maar weten van, zorg ervoor dat je niet te veel weggaat of bij mensen komt die eventueel, of ze griepig zijn. Blijf zoveel mogelijk binnen. Het probleem is natuurlijk nu, dat zeiden ze ook bij het nieuws trouwens, dat als je morgen je kinderen niet kwijt kan, dat scholen moeten zorgen voor een tijdelijke opvang. Stel nou, je moet gewoon werken. Waar laat je kinderen? Je hebt geen opvang. Want ook trouwens kinderdagverblijven zijn opgeroepen om te sluiten. Dan moet een school ervoor zorgen dat er dus een soort van opvang is, dat de kinderen alsnog gebracht kunnen worden, zodat ouders naar hun werk kunnen gaan. Dus op zich heeft het hele verregaande gevolgen. Maar nogmaals, het is alleen maar te maken met het feit dat je iets wil voorkomen. Dring, wacht die ziekie. Eigenlijk was ik van plan om vandaag niet te praten over corona in mijn uitzending. Want alles is al afgelast. Geen voetbalwedstrijden. Als ik televisie kijk, dan is er geen normaal nieuws meer dan over corona. Maar dan nog, je bent binnengekomen, dus dan maken we het toch even af. Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Mm-hmm. Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld 2 à 3 anderen. Dit aantal kan dalen bij goede verzorgingsmaatregelen. Verreweg de meeste patiënten hebben milde griepachtige klachten. Milde? Nou, ja. Valt mee. Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of al zieke mensen. Mm. Met voorzorgsmaatregelen kun je deze mensen beschermen. En dan, wat zeggen ze allemaal voor de laatste keer? Mag ik nog eventjes over mondkapjes bijvoorbeeld hebben? Uh-huh. Mondkapje, dat gaf ook een viroloog aan, dat is eigenlijk ook een schijnveiligheid. Want het biedt niet die volledige bescherming. Als je ziek bent misschien wel, maar we hoeven niet massaal te lopen met mondkapjes. Slaat helemaal nergens op. Wat je moet doen is gewoon zorgen, met name is je handen wassen, steeds wassen. Zorg dat je niet zomaar deurknoppen aanraakt. Dus gewoon een stukje bewust worden is dit eigenlijk, worden we gedwongen om, je steekt niet je hand zomaar in je gezicht, dus het vergt van ons veel meer bewustwording van wat moeten we doen en wat moeten we juist nalaten. En paniek sta je nergens voor nodig.
Oké. Okay. We zijn bezig, beste mensen, met het coronajournaal. Zoals u zelf al hoort, het breekt in zomaar bij PZN. Maar het is recent, het is actueel. Absoluut. En morgen gaan de scholen in Nederland compleet dicht. Sauna's, coffeeshops, sportclubs, daar heb je iets mee. Seksclubs, ik bedoel niet met seksclubs, maar misschien ook, maar sportclubs, hè? Ik kreeg vandaag het bericht dat mijn sportschool gesloten is, helaas. Ook Blijdorp Diergaarde is bijvoorbeeld gesloten. Dit heeft natuurlijk enorme economische gevolgen, dat snap ik ook, maar ja. We zullen het gaan merken. Ja, we zullen het gaan merken. Ik hoorde dat de Oosteroos, dat is one die ik geloof, hè. Ab Oosteroos, ken je? Dat is de bekendste viroloog, die zegt dat er pas over 2-3 maanden, of zelf maanden, voordat dan een vaccin komt tegen coronavirus. Nou, ik ben als eerste die geen vaccin gaat nemen. Oh, oké. Okay. Nee, ik geloof niet dat het allemaal nodig is. Ik ben niet zo dol op dat soort gein, als het nodig is. Ik denk bij levensbedreigende situaties kun je kiezen voor een vaccin. Maar in principe zou je lichaam goed in staat moeten zijn bepaalde aanvallen aan te kunnen. Goed eten, sporten, stoppen met roken bijvoorbeeld is ook zo'n goed plan. En geen paniek, alsjeblieft niet gaan hamsteren, nergens voor nodig. En grote groepen mensen vermijden inderdaad. Geen verjaardagsfeestjes. Ik had vandaag een verjaardagsfeestje niet doorgegaan. Dus ik denk, ik ga lekker naar het restaurant om wat te eten. En toen kregen we daar te horen van, we moeten sluiten. Wat heeft coffeeshop hiermee te maken dan? Welke coffeeshop? Ik zie coffeeshops worden gesloten. Ook zijn ook zo'n horeca gelegenheden. Mensen gaan ook daar zitten binnen. De supermarkt? Ja, dat is... Die moet je ook sluiten dan. Ja, ik vind dat een supermarkt drukker is dan een coffeeshop. Ja, ik ben er nooit geweest in koffiemarkt. Ik ben er wel geweest. Ja, oké, dat zal dan wel. Ik vind de Albert Heijn drukker en chaotischer. Is het ook zo, inderdaad. Ja, je zou of allemaal online boodschappen moeten bestellen. Hey, is een business trouwens, misschien? Business? In welke zin? En toen kunnen zeggen, nou, we kunnen vanaf vandaag bezorg ik uw boodschappen. Belt u mij maar en ik bezorg uw boodschappen. U hoeft niet de deur uit. Het is een goede ondernemer. Die kan nu zich erin springen en ze gaat in de markt. Ik denk dat alle supermarkten een online service hebben. Maar dit ga je moeten uitbreiden. Ja, zullen we wel een oplossing voor vinden. Oké. Daar was het coronajournaal voor staanvaste luisteraars. Beste mensen, tot zover het coronajournaal. Morgen geen school. Geen brood. Er is wel brood, maar er is geen brood. Jij lacht, hè. Heb je iets met geen brood, geen school? Ik ben niet van meer... de generatie. Geen brood, geen school. Oh nee, die ken ik niet. Wat is dat dan? Oh, dat was de eerste... we zitten allemaal in Nederland. Hai. Dat was de eerste openlijke... demonstratie van het volk tegen Boutersen. Oké, okay, welk jaar was dat? 80 of zo zeker? 83, 82. Was ik al lang het land uit. Oké, okay, ja, ik was al in 70 was ik weg. Zeg 83, maar. Ja. Oh, en dan was de slogan was... Geen brood, geen school. Want er was niks te vinden. Nee, het ging deze, zoals wat er nu gaande is, dat was hem toen. Ah. Ja, en toen iedereen was bang voor de militairen. Op een gegeven moment kwamen studenten op straat en schieten ze maar dood. Maar er is niet meer bang? Nee, je gaat toch kinderen niet doodschieten. En ik behoorde bij de groep geen brood, geen school, geen brood. Terwijl ik 2 maanden daarvan nog jeugdmilitie was. En sterker nog, ik ben overweeg nog om een aanklacht in te dienen tegen Boutersen. En al die mensen van de groep van 16 er nog geen leven zijn. Want als jeugd hebben ze mij redelijk geïndoctrineerd en bijna tot getraumatiseerd, weet je. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment ging ik slapen en dan nam je zo'n broodmes mee. Want iedere dag hoorde je op de radio, ik denk, kom weer wacht, die ding huurling gaat ons binnenvallen. En, wie zou binnenvallen? Huurlingen of buitenland en onzichtbare vijand. Dus mijn broer was een van de huurlingen namelijk. Oké, Roy Botsen. Ja, nee, maar echt. Dit weet je dus als... Oh, ze gaan slapen met een mes? Ja, tuurlijk, volksmilitie. Want ze kunnen elk moment binnenvallen. Oh jeetje, en hoe oud was je toen? 12 jaar, 13 jaar. Slaap je wat erg. Je hebt met mij te doen, hè? Ja! Ja. Oh, nee, dit heb ik dus niet meegemaakt. Ja, dat is. Ik denk, kom weer wacht. Ik denk, kom weer huurlingen. Kon ik zijn abra. Tide Tamara, Westrigo, Moro, Fara. Weet je, dat is revo. Okay. Weet je, dus dan wordt dat je. Weet je,
Jozef Goebbels zegt, hè, de kracht van propaganda is... De kracht van de reclame is de herhaling. Nee, reclame heeft de slogan van hem gezegd. Van hem overgenomen. Jozef Goebbels, die zei... propaganda betekent herhalen. Ja. En toen reclame vrij waren, hebben die jongens die reclamejongens overgenomen van de kracht van reclame. Om die advertenties beter te laten horen, moet je het herhalen. En geld mee verdienen. Omdat was John... was Jozef Goebbels. Dat is de minister van propaganda van... Onder Hitler. Ja, zeg nou, Limbo. Ja, zoiets. Klucht in Limburg dan. Maar goed, dus, oh, dat heb je allemaal meegemaakt. Ik ben van de Riffel. Ik ben een kind van de Riffel. Ray Rosé ook. Zaten we op dezelfde school ergens in... Maar mag ik je nu iets vragen? Je zegt het toch zelf. Mm-hmm. Waarom noem je het Riffel? Boy, dat is de naam die wij... dat is de naam. Dat is een soort geuzennaam. Maar het is geen revolutie, maar het is zo gewoon een Het is zo, maar het is ook een stukje indoctrinatie, toch? Jawel, maar zelf toen Boutersen niks te zeggen had, werd hij ook baas genoemd. Ja. Dus dan zou je ook vragen waarom werd hij baas genoemd. Waarom... Nu mag je een baas noemen, hij is president. Maar toen hij buitenparlementair zat met zijn partij of niks, werd hij nog baas genoemd. Dus die Riffel is gewoon een naam. Maar dat is... ik heb het niet over de definitie van revolutie. Hè? Want dat, het was geen revolutie. Het is een ordinaire coup, staatsgreep. Dat keur je nooit goed. Ik bedoel, nee. Ik zou het nu niet goedkeuren als jij straks Boutersen omverwerpt met pistolen en wapens. Nee, dus zo was het niet. Maar dat was de naam die de Goebbels van die wereld toen... Hè? Maar dat is dus die indoctrinatie, toch? Of niet? Onder andere, de Riffo. Ik noem mezelf Riffo-kind. Ik ben een kind van de Riffo. Ik sliep met broodmes. Ja, 12 jaar. 12 jaar had ik een broodmes. Want... ze konden binnenvallen. Elk moment kan de buitenland ons aanvallen. En overdag, hoe ging dat dan? Ook zo? Overdag, dan... Jezus, waar moet ik mijn hele ref voor je komen vertellen? Anyway, overdag, dan was maar... ze hadden toen voor gezorgd dat alle radio en kranten weggeschoten werden. Ja. Alles. Dus geen krant, geen objectieve... Internet bestond niet, krant niet, dus... Moffelkrantie dus? Ook niet. Want als je moffelkrantie bent, dan ben je tegen de ref en dat is strafbaar. Oh, ja. Dus alles wat je hoort is positief vanaf, ik dacht SRS mag uitzenden. SRS was de enige zender die toen mag uitzenden. En dat was Bacarnatori in het kwadraat toen, bij SRS alleen. Eén zender, hè. Alle bussen, op een gegeven moment werden buschauffeurs en taxichauffeurs verplicht om radio op te zetten in plaats van muziek. Wauw. Ja. Is het daarom dat mensen van jou lezen? Want je bent ongeveer 50 zoveel? Ik zit bij. Oké, 40 zoveel? 50 zoveel. Dat ze dan allemaal, dus die kinderen van die tijd, vanwege al dat ze allemaal zo gehoord, dat ze dan ook zo blijven denken en nog steeds dingen verdedigen. Zou dat de reden zijn? Ik verdedig niks. Ja, jij niet toevallig, maar toch heel veel van jouw leeftijd. Die toch zeggen, ja, maar het is een goede zaak. En dat nee, juist de mensen van 50, juist niet. Ik vind juist de mensen van... De jonge mensen? Nee, sterker nog, die mensen van boven de 60. Die hebben die reform meegemaakt. Die verdedigen die reform. Zoals die meneer die laatst hier was. Bijvoorbeeld. Is Boutersen generatie. Dat zijn die mensen van de reform. Die weet je, ik geloofde alles. Ik bedoel, ik ben een kind en jij vertelt me, daar geloof ik alles. Maar als ik ouder word, denk ik van nee. Maar die mannen waren al volwassenen. En dan nog geloofden ze alles. De volksmilitie. Mm-hmm. Dat is de broers van mij en vader. En dat soort leeftijd. Ja. Bijlhoud, het meisje Bijlhoud zat erin. Hè? Die toen... Philomena, ja. Ja, die is ook 60 plus, toch? Ja. Dat is volksmilitie. En daar had je jeugdmilitie. Je kan niet vroeg beginnen. Dus vanaf... Maar wat was dat, jeugdmilitie? Jeugdmilitie. Padvinders idee? Ik was padvinder. Wel op scoutings. Weet je? En als padvinder en... kwam politie, militair en dan werd het geen padvinder meer, maar militie. Want dan kreeg je ook politieke les van pas op met buitenland, die willen ons aanvallen omdat wij, we zijn rijk, we hebben heel veel mooie bomen en ze hebben geen bomen en het sneeuwt bij hun en bij ons niet. Heel, echt, ja. Het sneeuwt daar en hier niet, dus daarom willen ze hier overnemen.
En dan gaan ze ons dan daar naartoe sturen. Boy, voordat je denkt, heb je zo'n haat aan tegen het Westen. Ja. En hoe groot waren die jeugdmilitiegroepen dan? Dat is heel alle jeugd. Er waren maar twee kanalen voor informatie. Dat was STVS en SRS. Alle kranten, radiostation ABC van Ampikan Verveen, die was een vrije geest. Die mocht niet meer, Radica, nee. RP, Rapar, Apinti werden allemaal uit de lucht gehaald of in brand gestoken. Als je uit de lucht gehaald was, dan was je blij. Eerst wordt je gezegd van stoppen, anders komen we. En Apinti was bang, die was gelijk gestopt, daarom staat hij nog. Radica zegt nee, man, over my dead body. En IBC ook natuurlijk. Over my dead body, zijn allemaal eraan gegaan. Dus zo ging het. Dat vonden jullie als jeugd munitie normaal? Dat was oké. Dat is normaal, man. Ik bedoel, op een gegeven moment wilden we allemaal labotussen lijken. Weet je, die man is charismatisch met Ray-Ban bril en militair in militaire laaggroen en Uzi. Man, fysi om mijn broeken Uzi met mekanga aan. Tiki, Udo, mekwa toeplanga voor een paar Uzi. Dan sta je daar, weet je, dan combat. Weet je wat combat is? Ja. Dus dan speel je combat met scoutings en padvinder. En later werd die padvinder omgevormd tot een soort militie. Dat je niet meer aan het spelen was op zoek naar een vriend die ergens iets heeft verstopt in het bos. Maar nu bewust van wat gaan we doen als een aanval van buiten komt. Maar oké, als je die tijd nu vergelijkt met nu, hè, wat is het verschil? Waarom is men nu, want ik bedoel, nu heb je internet, toen had je het niet, je had geen informatie, dus je was, je geloofde het baas, dat is hem, hè? Die man met de Ray-Ban-bril, leuke gast. Hoe verklaar je dan, zie je similarities, hoe zeg je dat? Hetzelfde wat er toen was en nu met jongeren die echt zo achter hem staan en hem met verve verdedigen, de ideologie? Het verschil is dat er een duidelijke indoctrinatie was. Weet je, van je kende niks anders. Je hoorde niks anders. Maar nu is het is geen indoctrinatie. Dit is een soort hebzucht. Weet je, mensen willen bij die horen. Die partij is van straffeloosheid. Ik kan me wanya, patoedrapé. Dus en dat was niet de motivatie toen van jullie als jonge mensen? Nee, we hadden geen kanalen, we hadden niks. Sorry, Borge Breveld, ik weet niet of je luistert, maar hij was iemand van het nieuws die vaak dingen riep. Slagveer is later vermoord. Hij was ook iemand die voor Dick de Bie, Edwin Geoffrey, dat waren de mensen in het nieuws. En ze hebben mij ook geïnspireerd, hè, om radio te gaan maken. Van nou, dan ga ik ook voor de RFO radio maken. Ja, ja, ja. En weet je, en toen Clifton Limburg, Limbo heb ik bij de radio gebracht. Van kom radio maken, kom muziek draaien. Oh ja? Ja, dat weet hij. Dat zegt hij ook. En zo is gaan, maar die is blijven hangen. Hm. Ja, waardoor, en vooral mensen van de NDP, hè, die denken dat als jij tegen de NDP bent, dat je een vijand bent. Ja, dat is zo jammer. Helemaal niet. Nee. Ik heb gewoon een andere. Exactly. We hoeven geen vijand te zijn. Maar die verklaren je vijand. Precies, dat is zo jammer. Want je kan lid van een partij zijn. Yes. Je hoeft ook niet alles met ze eens zijn. Je kan iets van een andere partij horen. Denk je van, hé, dat is een goed idee. Inderdaad, we zijn ook geen vijanden van elkaar. Ik heb jaren samen gewoon met een vrouw die keihard Feyenoord is en Mina Ajax. Oh. Niks aan de hand. Ja, precies. Niks aan de hand. Ja. Ik bedoel, praten niet over, maar als het want die was. Maar het is, toen had je dus geen twee kampen. Nu heb je dus sterke in Suriname, die twee kampen. Je had één kamp. Ja? En één iedereen was Revo, zeg maar Revo. Revo. En er was een ander kamp, maar die was niet georganiseerd. Dat was zo'n kamp met intellectuelen. Hmm. Die dachten van nee, je bent aangeschoold, je bent een sergeant. Ga terug naar de kazerne. Je moet kazerne, zo. Ja. Nederland, die land wordt niet overgenomen. We hebben juist gevochten voor onafhankelijkheid van Nederland. Waar we alles hadden, we hoefden niks te doen. We waren het net een provincie. Klopt. En daarvoor hebben wij gevochten met stemmen en bla bla. 5 jaren. En dan kom jij overnemen uit Nederland. Kom je het weer doen voor hun. Dus wij zagen, die intellectuelen zagen, Bouters als de kolonisator. Ja. Ja. Ja, weet je, want hij kwam terug en dat was zo'n kleine groep. En die groep was niet, kom op, Tsunami heeft nog geen
500.000 mensen, inderdaad. Dus in, de, in die tijd dan dacht ik, want nu zijn ze flinker gaan neuken. In die tijd, maar in die tijd dan, dan moet je nagaan hoeveel mensen Suriname, in Suriname woonden dan. Ja. 40 jaar geleden. Klopt, niet zoveel, inderdaad. Is dat 300.000 misschien? Nee joh, ik dacht 200.000, 150.000. Okay. Ja, alles gebeurde in Paramaribo. Juist, als gecentraliseerd. Ja, dus het is makkelijk om een koep, om het land over te nemen. Ja, je hebt, als je het wapendepot had in Suriname, had je alles toen. Ja, maar het is geen wapendepot, man. Tegen wie, er was niks, er waren een paar oesjes daar. En als je die had, had je alles. Ja, ze gaan overnemen en schieten aan het politiebureau. En, ja, dat was het. Dus het was een dorp. Weet je, en, zo was geen echt een duidelijke tweescheiding, zoals je dat nu wel hebt, niet. Hè? Nee. Die durfde niet te op te komen, weet je, want dan ben je voor het buitenland. En sterker nog, al die, ik vond al die, intellectuelen die nu moord en brand schreeuwen of toen, mm-hmm. die hebben eerst met bootjes gewerkt in het begin. Ja, maar toen, toen zagen ze waarschijnlijk in van, hé, hey, is dat wanneer je relatie aangaat met de vent, toch? Ja. Hij belooft van, ik denk, I know, die is not kill. Ja, en dan denk je van, Dus waarschijnlijk zijn ze begonnen van, hé, hey, denken, hier zit iets goeds achter. Ja. En gaandeweg kwamen ze er een ontdekking. Ja, op een gegeven moment heeft hij, hoe noem je dat, zoet der overwinning, zoet der macht. En toen, want toen iedereen die ging samenwerken, Sienna Sheng, dat was de eerste. Ja, Kamperveen, gerespecteerde journalisten, Lekkie, allemaal werkten samen met hem. Omdat hij steeds voorhield van, is een overgang. Ja, het is een transition. We gaan zo snel mogelijk terug naar de verkiezingen, naar de normale situatie. Democratie. Ja. Weet je, maar dat duurde zo lang. Weet je, en ik hoor soms mensen op SRS roepen dat Brunswijk democratie niet heeft gebracht. Ik vind wel, want vanaf 1981 riepen ze van, komt democratie terug, gaan terug naar de democratie, maar we moeten eerst zaken op orde stellen, afrekenen met haters en power. Eerste een keer dat ik van dat woord hoor. Pa Young Wires. Klopt. En nog een woord dat ik in die tijd gehoord heb. Scenario's. Oh god, ja. Conspiracy theorie. Ja, scenario's en buitenlandse machten en krachten. Ja. Zijn die woorden die ik denk van, wauw, wat is dat? Ja, ik noem het de KBO. De kolonisator, buitenlandse mogendheden en de oppositie. Die zijn het nu, hè? Die drie. Oké. Maar in mijn tijd was het scenario. Scenario, ja. Ja, buitenlandse scenario. En nu heb je dus een situatie waar je dus wel degelijk, heel helder, duidelijk die scheiding hebt, hè? Ja. Van voor en tegens. Wat dus toen niet was dan. Maar je had wel toen een studentenprotest, gegeven moment. Dat heet geen brood, geen school. Oh, dat was hem. Dat is geen brood. Dat was wel inderdaad. We zitten massaal. Allemaal in Nederland. Massaal was dat. Dat was geen brood, geen school. Mm-hmm. Op een gegeven moment, na 8 december, toen waren het voorstanders die dachten, dit kan niet. Weet je, daar is het misgaan. Ik denk, eerlijk hoor, ik denk dat als Bootjes het terug kon doen, draaien. Had je teruggedraaid? Ik dacht op 10 december. Nee, niet op 10 december, maar 83, een jaar daarna had hij het gedaan. Want toen kreeg hij heel veel vijanden ineens. Toen dacht ik, nee man, die was mijn buurman. Lekkie is bij, uitvlucht, daar woont Kamperveen. Riedewald ken ik, Barmbeer. Sterker nog, ik zag die gasten van... ADEC, universiteit, hè, die decanen, die Lekkie zo, die gingen naar hun werk. Mijn broers en zussen zaten op de universiteit. Dus die kwamen verslagen thuis. Ik denk van, oh, gaat niet goed. Weet je, want ze hebben die man meegenomen. Zeker 5 mensen van de universiteit. Klopt. En die waren gewoon docenten van mijn broers. Dus ik denk van, het raakt mij, man. Ja, iets en later ben ik in de journalistiek gegaan en toen dacht van, huh? Dus jij hebt die mensen vermoord omdat zij een potlood en een microfoon gebruikten. Ja. En daar kwam die switch. Oké. Dus, en denk jij dat er de switch ook zal komen bij mensen voor 25 mei? Nee, zolang je belangen hebt, komt het nooit. Als ik belangs ben in de NP, ik heb makkelijk praten. Maar als ik bij Bouten zou zitten met een dik salaris en ik zou ook mee profiteren in kasreserve. Waarom moet er dan een switch komen? Oké, maar dan komt dan op dat niveau geen switch. Maar wat about de kiezers? Denk je dat daar een switch komt?
Ja, omdat het is gewoon zo. Als je bepaalde mensen dom en afhankelijk houdt en maakt, dan gaan ze niet veranderen, hoor. Want ik ben asurame geweest vorig jaar 3 keren. Dit jaar ga ik misschien over 2 weken weer. En dan hoor ik mensen van ja, ik kan het zo aan niet, maar bouwt hele koe. Maar energie, een pakket is naar bouwt dat jaar en kom. Zeg mijn tante, op puntie wij. Ja. Wat moet ik doen dan? Hoe moet ik? Hoe kan je zo iemand bewust maken? Want die zegt van, no one's money luku na bouta wang. In een pakket ja, pakket paars. Zijn dingen, zo toe, Alici. Je kent, ja, zoiets. Ja. Maar het is wel een pakket. Maar zoals Beudeke net zei, met de dag wordt het erger. Hè? Mensen voelen het meer en meer in hun zakken. Ja, tuurlijk. Het is dingen zijn niet te betalen. Mm-hmm. En ja, dan mag je toch wel hopen dat mensen op basis daarvan zeggen van, hey, misschien moest draai ook toen. Hoe fout doe als amor op betere, want het ziet er nou uit dat het alleen maar een probleem wordt, zoals je ook je zei. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.